Nee, nee. Meiden, wat zijn jullie aan het doen daar? Jeeuwig. Hallo. Hallo. We gaan vandaag iets doen met muziek, maar het probleem van vandaag is wel dat dit meisje niet zoveel van muziek weet. Ja, Nick. Dat vind ik een beetje gek. Wat vind jij ervan? Oké, okay, duidelijk. Best gewoon, ik vind het gewoon niet normaal. Hé, maar we gaan dus vandaag zo'n 22 liedjes raden. Dat is best wel veel. Dus, dat is pittig veel. Dat is pittig veel. Zullen we er gewoon heel snel doorheen gaan, meiden? Is goed, ja. is goed. Vind je het leuk dat ik jullie meiden noem? Of, Ja, okay. We zijn allemaal meiden. Als je het liedje kent en je wil meezingen, mag je gewoon lekker meezingen, hè, natuurlijk. Laten we beginnen. Ik ga door over de eerste heen hier. En go! Oh, die ken ik. Yes. Oké, dan moeten we hier raden. Welk liedje is het? Nick, jij mag raden. Welk liedje was dat? Wacht, deze, dit is de eerste die ik echt nog ken. Wel, er komt die. Hoe blue. Gaat die? Kan je hem verder zingen eventjes, hoe dat liedje ging? I'm blue, da-bi-di-da-bi-da. Oké, okay, stop. Nee, goed. Want het klinkt niet. Maar je hebt het wel goed, ja. Welk liedje was dat dan? Ik ga voor deze. Blue. Ja. Nou, dan lopen we maar doorheen. Ja, natuurlijk is het Blue. I'm blue, da-ba-di-da. Oké, dan ga ik hier doorheen rennen. Het volgende liedje. Oh ja, die ken ik ook. Oh ja, ik weet hem. Nee, er komt niks bekend voor. Nee? Dit is moeilijk. Ik weet dat dit een rap liedje is. Het is een R&B liedje. Oh mijn god, dit is old school dit liedje, uit de 90s of zo. Ja, ik ga gewoon voor deze, ik kies gewoon meteen. Maar het was fout. Shit. I need a doctor, who am I? Oh, we zien het al, volgens mij, omdat... Oh nee, nee. Nah, ik denk I need a doctor. Nee. Dan ga ik voor deze. Ik ga voor, deze is het, nice! Snel door naar de volgende. Oh, deze weet ik. Dit is volgens mij, ja. Leon, nu ken ik hem. Ja, sowieso, een Leon staat er ook bij, dat moet hem zijn. Yes. Yay, die geluidseffecten zijn ook super leuk die erbij zitten. De volgende! Ik weet weer. Die ken ik ook! Wie weet hem? Crab Rain. Ja, nice. Oké, Nick, je kent toch meer muziek dan dat je denkt, hoor? Ja, eigenlijk wel. Er zijn wel volgende. Oh ja! Dat is Alan Walker. Ja, die kennen we ook allemaal! Ja, welke is het dan? Ik weet het eigenlijk niet. Dat is ook jij dat zegt, Walker, man. Nee, dit is Bote Anna van Bass Hunter. Nee, niet? Oké, de volgende! Nee. Deze ken ik wel weer. Oh, maar ik weet niet waarvan. Bekend voor, inderdaad. Ik ken deze ook, maar ik weet niet hoe dit liedje heet. Het is sowieso niet voor Elise. Ik ga voor de laatste. Nee, die is het ook niet. Eén van deze twee. Nee, zeker niet. Ik denk, ik ken deze titels helemaal niet, die middelste twee. Deze? Ik ga voor... lekker bezig, man. Die van Bosca? Ik dacht dat dit... Nou ja, goed, maakt niet uit. Oh, Barbie girl, I'm fantastic. Ja, easy deze. Ik denk dat we gewoon onderhand al gewoon nu al op de helft zijn, of niet? We gaan er zo snel doorheen. We gaan er echt heel snel. Maar het is ook best wel makkelijk, hè? We weten best wel veel van muziek af, behalve Nick. Maar ja, die weet ook nog best wel veel. Go. Een beetje, Rick Mark. Oh. Oké, Nick. Zijn nou Womba Womba E? Maar het is Noem maar E. Nee, ik zit hier maar te lullen. Ik weet het alle lyrics niet. Dragon Stand in Thai of zoiets is dat. Dat liedje, dat ken je wel. Volgens mij was je geboren in het jaar dat het liedje uitkwam. 2003 of zo? Dat zou best kunnen. Was je toen geboren? Wacht. 2003? Nee, ik ben iets ouder. Oké. Daar gaat hij weer. Ik ben 2002. Ik ben 99. Oh, ik zal mijn jaar maar niet opnoemen. Daar gaat hij. Go! Alan Walker. Nee, de Spectrum, man. Nee, ik ken deze niet. Oké. Oh, ik ben een Alan Walker fanboy. Dit is dan weer een liedje wat ik nooit zou kunnen raden. De volgende. Oh,
Oeh, die ken ik wel. Helemaal niks. Danza Kuduro is het. Ara Maria. Oh mijn god, Kuduro. Ja. Nee, nooit van gehoord. Yes. Volgens mij zijn we nu pas op de helft. Er staat hier tourne droit of zoiets. Dat betekent draaien om. Volgens mij rechtsaf. Dat is rechtsaf volgens mij. Ik weet het niet meer zo, maar dat is in ieder geval Frans. Go. Nee, ik kom helemaal niet bekend voor. Oh, je moet wel, je moet naar rechts inderdaad. Ja. Dit is een Frans liedje wat ik dus niet ken. Gokje voor links. Femme libre. Auw. Nee. Oh! Nice, je hebt hem gewoon. Oké, ik hoop dat dit geen Frans liedje is. Nee, zeg me niks. Helemaal niks. Jawel, deze ken ik. Dat komt me heel bekend voor, though. Waarschijnlijk als ik de naam zie, weet ik het weer, maar... Waarschijnlijk DJ Snake is de enige bekende naam. Ik gok DJ Snake. Nee. Nee. What? Catch United? Oh, nee. Ik heb Gokken Vogel, man. Ik ken dat helemaal niet, joh. Ja? Ik zeg maar niks. Wow, wat? Nee, dit is weer een Frans liedje. Het komt me zo bekend voor, maar... Nou, waarom zitten ineens allemaal Franse liedjes, jongens? Ik gok deze. Au, ik heb het ook altijd fout. Deze. Au. Oh, ja, dan ga ik met deze. Ja. Imagine Dragons. Denk ik. Ja, sowieso. Believer. Oh. Die kennen we allemaal. Maroon 5, Imagine Dragons. Ja, Believer natuurlijk. Easy. Waarom staan de nummertjes er niet bij? Dan konden we weten bij welk liedje we waren. We zijn nog eens wel... Ja. Ik weet het niet. Oké. Dat was echt makkelijk geweest, ja. Ja, die kennen we ook. Is het erg als ik dit niet ken? Ik ken deze niet. Ik ben hem aan het zingen, dan probeer ik de titel te raden. Metallica. Nee! Nee. Ik zou zeggen Nirvana misschien. Nee. Oh! Ja, het is hem gewoon! Yo! Nee, dit is weer Frans. Laten we allemaal door een gat gaan. Ik kies deze. Au. Nee. Alle drie fout. Alle drie fout. Go. Ja. Het komt me zo bekend voor. Mij ook? Mij niet. Het is wel een lekker nummer. Ja, dat zeker. Wel, ja. Het is weer Frans. Het komt zo bekend voor. Ja, het is deze. Ja. Oké. Nou, jammer dat er Franse liedjes tussen zitten, zeg. De rest is hier wel super tof, deze quiz. Deze komt mij bekend voor. Maar ik weet niet waarvan. Nee, deze komt mij totaal niet bekend voor. Klinkt een beetje als Marshmallow, though. Klinkt een beetje als Frans. Het zijn weer Franse nummers. Wauw. En jullie hebben hem lekker goed. Nice. Wat? Loop ik door de verkeerde heen? Oké, de volgende. Ja, deze. Jenga Boys, let's go. Venga Boys. Ik dacht Jenga Boys. Venga Boys is het. Boom. Ja, die is het. Boom. Huh? Waar moet ik heen? Wat is de bedoeling hier? Oh. Hallo, daar zijn we weer. De volgende verdieping. Hoeveel liedjes zijn we al? Ja, dit is echt heel veel. Deze kennen ook allemaal. Ja, deze ken ik wel. Hoe heet het liedje? Daar vraag ik me ook af. De titel ken ik niet. Dit is... Oh, wacht. Ik denk deze. Huh? Oh, je hebt hem al. Ecuador? Oké. Ah, Anne. Ja! Ecuador. I'm gonna ride. Ja, die kent iedereen gewoon. Ik denk dat het deze is. Down the road. Go!
Ja. Nyan Cat. Ja, ik zie daarachter een lama. Oh. Nee, ik wil een lama. Ik ga voor een lama. Ken ik niet. Ik krijg het niet voor elkaar. Yo, oh, zo beat it! It. Ja, beat it! Zo, so beat it! Hoppatee, wat zit er in die lama's? Cadeautje? Hij gaat niet. Volgens mij moet je E klikken. Ja, E inhouden. Wat zit er in deze lama's, jongens? Ik denk een daar Rift komt to het. Go. Nee. Wow! De... Ja, wow! Deze wapens. Oh, wat laser. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er, joh? Je bent een laser nu. Ik ben een prop ping ping. Ik ben ook een... Wow! Je bent echt super huge. Oh my god. Oké, okay, nice. Jongens, dit was de map. Hé, er zijn ook Rift to Go's. Ik had wel gelijk. Maar wordt niet veranderd nou iets? Ik ben een muur. Iets anders worden. Oh, volgens mij kan je dan de map checken. Oh, ja. Nee, heel fijn als laser zijn we hier rondlopen. Laat een dikke witte like achter. Check de kanalen van hun beiden. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.